De Russische boycott van landbouwproducten heeft de export van groenten, fruit, bloemen en planten de afgelopen jaren flink doen dalen. Toch zijn er ook bedrijven die baat hebben bij de boycott. Westlandse kassenbouwers doen goede zaken. De export van broeikassen en landbouwmachines naar het land is in de eerste helft van dit jaar flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Van 7 naar 79 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd. Kassen in Rusland zijn booming, merken Westlandse kassenbouwers. We merken vanaf 2016 en huidig 2017 tot wat er aan zit te komen voor 2018 merken we inderdaad een behoorlijke groei vanuit de Russische markt in de vraag. En dat heeft alles met de Russische boycott te maken. De Russische overheid heeft gezegd wij willen zelfvoorzienend zijn. Naast de boycott geen import meer vanuit Europa. Moeten wij zorgen dat we die productie zelf hebben. En ja, dan komen ze bij de Nederlandse kassenbouwers uit die de technologie hebben, de kennis hebben om dat niet alleen te leveren, maar ook in bedrijf te stellen. En vandaar dat die vraag enorm is toegenomen. Is de een zijn dood, de ander zijn brood? Het verlies van de Nederlandse tuinder, die zijn tomaten en zijn paprika's nu en komkommers niet meer kwijt kan naar Rusland. Dat is inderdaad, dat levert het positief gevolg op dat de kassenbouwers inderdaad dat wel kunnen doen. En de hele glastuinbouw toeleveranciers. De kassenbouwer heeft geen morele bezwaren tegen handel met Rusland. We hebben wel in de afgelopen periode 2 keer een aanvraag gekregen of wij in de Krimregio een kas wilden gaan bouwen. Ja, daarvan hebben wij resoluut gezegd, sorry, dat is voor ons echt een no-go area. Dat past niet en dat is niet alleen moreel, maar daar ligt inderdaad ook een handelsboycott op. Maar ook moreel zijn dat zaken die wij niet doen en die we niet willen doen.